De organisatie voor gemeenschapswerk, NACS, heeft in het kader van de Krioro Wiki gisteravond een Krioro Drong Nitty georganiseerd. Het goed opgekomen publiek heeft genoten van de optredens van de verschillende groepen. Krioro Drong werden in vroegere tijden gebruikt als voorouderverering, maar nu zijn ze gewoon sociale liederen die ook gaan over het dagelijks leven. NACS wil met de Krioro Wiki, die in het kader van de herdenking van 155 jaar afschaffing slavernij is ingesteld, de gemeenschap ook laten genieten van de Krioro Drong met de Krioro Drong Nitty. De groepen Amma, NACS Kwanza, Gijamba en Sangrafu lieten zich van hun beste zijde zien. President Ashwin Adin, die de eregast was op de Krioro Drong Nitty, gaf aan dat het eerste transport van slaafgemaakte mensen in 1650 was. In de geschiedenis van die tijd is volgens Adin heel mooi beschreven dat al vroeg in de 17e en 18e eeuw er veel nederzettingen waren van gevluchten uit de kolonie. Heel veel gevluchten in het achterland in Oerode en hebben een cultuur daar gecreëerd, wat ze noemden Bosland Krioolse cultuur, zonder staatsgezag. Nu is dat heel interessant, waarom? Niet in Jamaica, niet in Venezuela en niet in Brazilië is dat gelukt. Want in Brazilië, Venezuela en Jamaica had je ook gevluchten. En je had allerlei dorpen die waren opgezet, maar ze hadden, er was altijd wel staatsgezag. En het is onderzocht dat Suriname het enigste land is in deze regio waar de Boslandperiode Afrikanen tot slaafgemaakten een eigen cultuur hebben kunnen handhaven en ontwikkelen. Dat is een bijzonderlijkheid dat we soms niet begrijpen. Dat is een unicum. En als we kijken, hetzelfde wordt over de Indiërs verteld, de Hindustani kwamen als ze komen in India, zeggen ze, het is onbegrijpelijk dat die mensen zoveel cultuur van zo oud zouden nog hebben kunnen vasthouden. Hetzelfde wordt ook van de Javanen gezegd. Hoe is dat gekomen? Adin gaf verder aan dat Suriname ten aanzien van verscheidenheid aan culturen uniek is in de wereld. Volgens hem kunnen Surinamers er trots op zijn dat zij hun cultuur hebben kunnen behouden. Omdat als je ook kijkt, die verschillende culturen, misschien door die kleine bevolking, zijn er inderdaad overgegaan. Als je kijkt naar die Winti bijvoorbeeld, de veel van de slangen Winti wat we kijken, Liba Mama of Watra Mama, in de Indiaanse cultuur, die Ingi Winti, die is ook meestal de watergoden. En die gaan in elkaar over, bijna hetzelfde. Wordt hetzelfde en wordt vereerd ook door de Boslandperiode cultuur, om te erkennen dat oorspronkelijk daar de Indianen waren. Zo door de jaren heen hebben we iets kunnen opbouwen dat onze identiteit geworden is. Collectieve normenwaarde, iets dat we allemaal delen, onbewust. Want we weten als je op een erf gaat, is er een gromma daar. Iedereen houdt rekening mee, welke Suriname of van welke afkomst je bent, je weet je houdt rekening mee. Tot zover vice-president Adin gisteravond tijdens de Krioro Drong Nitty, georganiseerd door NACS in haar centrum aan de Thomsenstraat. Deze culturele avond is gehouden in het kader van de Krioro Wiki in verband met 155 jaar afschaffing van de slavernij.